Het Wheel of Energy draaide op 9 oktober voor de allerlaatste keer op Schiphol. 365 dagen werden afgesloten met een feestelijke finale op het Jan Dellerplein, met vele muzikale en sportieve optredens. Waarom bent u hier vandaag? We zijn de sportschool hier in Amstelveen. En als we mee kunnen doen voor goede doelen, dan vinden we het altijd heel erg leuk. Geeft een extra motivatie. Begin van het wiel hebben we ook al gelopen, een paar uur. Dus we hebben er best wel gevoel bij. Het wiel betekent voor ons saamhorigheid. Met veel plezier gelopen, 2 keer. 1 keer in de winter en 1 keer in de zomer. Ontzettend leuk om te doen. En dit is een mooie afsluiting vandaag. Rond het middaguur kwamen ook de speciale estafette-teams aan. Zij waren op zaterdag vanuit 6 uithoeken in Nederland gestart om 24 uur en 1200 kilometer later te arriveren op Schiphol. De hardloopteams deden onderweg als eerbetoon 21 zogeheten inloophuizen aan. Dit zijn gespecialiseerde centra waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen voor psychosociale hulp. De opbrengst van het wiel gaat ook naar deze inloophuizen. Het slot van het Wheel of Energy betekent ook het afsluiten van een bewogen jaar voor initiatiefnemer Richard Botram. Hij liep maar liefst 301 marathons in het wiel, in totaal ruim 12.500 kilometer. Samen met zijn moeder, vrouw en dochter liep hij geëmotioneerd de allerlaatste meters. Ik wil jullie ontzettend bedanken en ik hoop jullie in de toekomst nog een keertje terug te zien. Richard maakte zelf het eindbedrag bekend dat bestemd is voor de inloophuizen. Wij zijn er heel trots op. €450.000. Daar kun je een hele hoop meer dingen mee doen. En wij gaan ervoor zorgen dat ze goed terechtkomen. Dankjewel allemaal. Dat het Wheel of Energy ook internationaal indruk maakt, blijkt uit de vele aanvragen uit het buitenland. Dus wie weet draait het wiel in 2012 wel tijdens de Olympische Spelen in Londen.